Ondanks het vuurwerkverbod in Nijmegen werd er toch nog een hoop geknald in de stad. Wat merkten inwoners van het verbod en wat vonden ze überhaupt van de regel? Zelf vond ik het erg dat er een vuurwerkverbod was in Nijmegen, want je wil natuurlijk het nieuwe jaar graag vieren. Vroeger was ik gek op vuurwerk, maar tegenwoordig al dat knalvuurwerk helemaal niet meer. Werk zat had ik er geen last van, maar ik vind dat ze vuurwerk moeten verbieden. Ja, het was zo ontzettend gezellig dat ik heb niet eens opgelet op die vuurwerken dingen. Maar ik heb wel gehoord, het was wel gezellig. Ik hoop dat het zo wel blijft. Ik vond het zelf niet zo heel erg, want het vuurwerk is natuurlijk slecht voor het klimaat. En als je er heel veel van afsteekt, dan is dat heel slecht. We hebben zoveel jaar zonder moeten doen. En ja, zolang het alleen maar eigenlijk een beetje siervuurwerk is, hebben wij daar geen bezwaar tegen. En wat vind je dan van alle ongelukken die er gebeurt en de hulpverleners? Dat is hun eigen schuld eigenlijk. Maar het is wel jammer voor ze dat ze allemaal pijn hebben, maar daar moeten ze ook wat meer oppassen. Ze weten elk jaar van tevoren, er vallen weet ik hoeveel slachtoffers. En die slachtoffers zijn vaak mensen die zelf geen vuurwerk afsteken, dus helemaal onschuldige mensen. Het is gewoon schandalig dat het nog mag.